Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee. Wie is de schrik van alle televisieschurken in België? Dat is natuurlijk... Ik ben mega Mindy. Mega Mindy. Ik ben een echte superheld die elke boel op aarde belt. Frey Soufrio speelde de rol van agent Mieke 15 jaar. Steeds trok ze in het geheim haar roze pakje aan, met masker en cape natuurlijk, om als Mega Mindy al die Belgische boeven op de buis te verslaan. Binnen een half uurtje kan je wel terugstappen. Maar dan zit je natuurlijk al lang in de gevangenis. Dat is voorbij gevlogen. Het is alsof het gisteren was dat ik ermee begonnen ben. En pas nu, dan denk ik van, oh my god. Wat een mooie 15 jaar waren dat toch. Het was een privilege om zoiets te mogen doen. Doordat Mega Mindy zo lang zo populair is geweest, hebben honderdduizenden Nederlandse en Belgische kinderen de avonturen van Frey meebeleefd. Kinderen die naar mij toe komen en zeggen, mag ik even voor jou zingen, want ik ken het helemaal van buiten. En dan smelt je. Maar nu is het tijd om dat roze masker door te geven, vindt ze. Dag commissaris. Frey stopt, maar Mega Mindy blijft. Ik hoop dat het vooral iemand zal zijn die dat met evenveel overgave en passie en liefde voor de rol zal doen. Die gaat beseffen wat voor een mooie geschenk dat ze eigenlijk krijgt. De laatste aflevering met Frey is al uitgezonden. En dus zal ze nooit meer worden verwisseld met een vogel of een vliegtuig. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Alleszins niet meer Frey Soufrio die je aan de hemel ziet.